Kijk, ik heb iets nieuws. Het is een zender. Het is voor geluid. In de ene plug je een microfoontje en de andere sluit je aan op je camera. En je hebt fantastisch goed geluid. Professionele kwaliteit, ook al sta je 100 meter verderop. Hartstikke leuk ding. En je kunt hem ook aansluiten op je smartphone. Hoi, dit is deel 3 van de vijfdelige serie Waar moet ik over video bloggen? Korte tips die jou op ideeën brengen voor je volgende filmpje. En die derde tip is, laat iets zien. Of nou een mooie plek is, of een bruine boom, of een ketting of je nieuwe schoenen. Of bijvoorbeeld een zender zoals ik net liet zien. Als het voor jou bijzonder is, of het is relevant voor je kijkers, laat het ons zien. Want video is natuurlijk niet alleen geluid. Beeld is nog veel belangrijker. En beeld is wat we onthouden, zeker als het past bij wat jij ons vertelt. Dus als je een nieuwe yogastudio hebt, of je bedrijf gaat verhuizen, of je hebt een nieuw product gekocht waar je iets mee kunt, waar je ons mee kunt helpen, of je gaat bijvoorbeeld wandelen in de natuur om zo tot meer inzichten te komen, neem ons dan mee. Kijkers willen graag iets nieuws zien en met jou meekijken. Dus de vraag is, wat kun jij laten zien dat wij gezien moeten hebben? Die zender die ik net liet zien, heb ik bijvoorbeeld net nieuw. Daar ben ik super blij mee, maar die is ook voor jou als videoblogger heel handig. Binnenkort ga ik daar een uitgebreid nieuw videoblog over maken. Maar ja, nu alvast dit. Het is heel fijn om draadloos geluid te hebben, want je bereik is veel groter en je komt helemaal niet in de knoop met alle kabeltjes. Hoi, hoi, hoi. Geluid goed? Hoor je me goed? Hoi. Tot nu toe waren ze altijd heel duur, maar nu is er eentje op de markt die, relatief vriendelijk geprijsd is. En die heb ik, dus daar ga ik binnenkort meer over vertellen. Maar nu jij, heb je een nieuw idee voor je volgende filmpje? Maak het filmpje en zet de link in de comments hieronder. Dan kunnen wij allemaal meekijken. Ben benieuwd? Tot in de comments. Oh, en wil je meer weten over die zender? Klik dan even op de link hieronder.